Heb je lieve opa? Hele lieve opa. Hele lieve. We zijn nu in het zorghuishuis, ja. Dus mijn vrouw ligt hier op de eerste etage. Ja, ik heb twee kinderen, een jongen en een meisje. De jongen die wordt dit jaar 53. Ja, hij is in 1959. En mijn dochter die wordt dit jaar 50. En een kleinkind of meerdere kleinkinderen? Eén. Leuke jongen. Ja. In Europa is het moeilijk te bepalen natuurlijk in heel Europa. Maar ik vind natuurlijk in Nederland dat het op een behoorlijk peil staat. Je hebt het namelijk... Iedereen heeft wel een inkomen. He, dus als je 65 bent, dan heb je al recht op AOW. Ik zag van de week op tv nog een man van 91. Die zegt, iedereen is om mij heen weggevallen. Ik heb helemaal geen vriend meer. Geen vriendin of iets dergelijks. En ik ben liever dood. Die kon het niet meer aan. Die eenzaamheid. Ja. Dat komt altijd in het gesprek natuurlijk naar voren. En dat je elkaar moet helpen. Wandelreis gemaakt, ja. Mijn vrouw. Is speciaal die manco's. Ik was helemaal geen manco's nog gewend. Ja. Hier zit ik dan tussen al die kinderen. Merendeel natuurlijk niet. Als je alleen maar tv hier ziet, komt dit niet naar voren. Dat natuurlijk zal wel belangrijk zijn, ja. Dat de mensen zien van hoe... Hoe andere ouderen in die ontwikkelingslanden, hoe die leven. Dan kunnen ze wel achter hun oren krabben van, wat hebben wij daar goed. Ja, dat natuurlijk. Dat is natuurlijk zo. Ja, dat wil iedereen, elk land natuurlijk. Je ziet het al, de PVV die zegt al, die ontwikkelingshulp, die moeten we verminderen. Hè? Wat natuurlijk belachelijk is. Roda. Ik kan hooguit zeggen tegen Roda van, blijf zo doorgaan zoals je nu doet. En met het ondersteunen van de kinderen. En proberen ook zoveel mogelijk anderen erbij te betrekken. Ik heb een vrouw even. Ja. Ja, ik heb alleen geen vrouw. En, maar goed, uiteindelijk ben ik al 81, dus ik zit er ook niet, daar niet op de springen. Ik vind het zelf dat ik nog een hele leven heb. En ik wil nog een hoop zien van de wereld. Ik heb nog een paar mooie reisjes op de hoogte. Ik zou de Europarlementariërs willen adviseren om... de ouderen van de ontwikkelingslanden zoveel mogelijk te willen ondersteunen.
Ja, dan zouden zij hun kleinkinderen ook beter kunnen begeleiden. Wij hebben het eigenlijk wel te goed hier. Huh?